even met je delen. Ik heb steeds het gevoel alsof er iets groots staat te gebeuren. Maar het komt net niet. Opgegroeid in een hindoe-gezin leerde ik dat spirituele verlichting het uiteindelijke doel van het leven is. Allemaal proberen we steeds hoger te komen op de trap die leidt tot het ultieme geluk. Maar hoe doe je dat? En wat betekent het als je verlicht bent? In mijn tuk-tuk ga ik op zoek naar mensen die mij kunnen helpen om antwoorden te krijgen op die vragen. Hoe verlicht is iedereen? Peter Gordijn was 10 jaar lang Apache gevechtspiloot en leidde het avontuurlijke leven uit een jongensboek. Hij hield van een drankje, van vrouwen, reed in een cabriolet, maar wordt op een bepaald moment, zoals je dat zelf zegt, wakker. Hij besluit drastisch te stoppen met dit leventje en op zoek te gaan naar spiritualiteit. Nou, hij heeft hier een ceremonie waarbij ze hallucinerende middelen gebruiken en heeft mij uitgenodigd om daarbij te zijn. Maar of ik ga meedoen, dat weet ik nog niet. Allright, zijn we er klaar voor? Ja. Gewoon doen. Goed. Nee, niet worden. Ja, ik voel het wel. Ik voel het wel, ja. Okay. Dit is een van de krachtigste oefeningen die wij kennen op het gebied van overgave. En het is een hele mooie oefening om eens te kijken of je vol vertrouwen je volledig kan laten vallen. En op kan laten vangen door ons. Oh. Alright. Yeah. Fans, zijn we er klaar voor? Langs je laten. Ja, handen langs je lijf. Ontspannen. En laat je me vallen. Ga je gang. Oh. Mooi. Dit zijn die truffels, ja. Peter. Ja, psilocybine. En wat is dat? En wat doet psilocybine dat? Is een psychotropische stof, zoals ze dat zo mooi noemen. Of psychedelische stof, geestverruimende stof. Die heel erg goed werkt om dus andere dingen te gaan waarnemen dan dat je normaal gesproken doet. En een van de dingen die dus mogelijk is als je zoiets neemt, is dat je de ervaring kan krijgen dat je dus als het ware oplost in die totaliteit van het bestaan. En dus ervaart dat dat de opperste werkelijkheid die er is. Alsof je een kijkje achter de schermen van het leven neemt. Wij zetten het in voor non-dualiteit. Ja. Wij kiezen ook bewust voor een hogere dosis om uiteindelijk die eenheidservaring te kunnen gaan meemaken. Hoe is het daar? In die eenheidservaring? Ja, waanzinnig. Ja? Het is ja, een thuiskomen, zo, dat is niet te beschrijven. En opgaan in onvoorwaardelijke liefde en wauw, en ook het goddelijke daar, of iets heiligs heeft het ook. Hè? Iets, ja, daar ga ik me ook een beetje nu. Het is een hele diepe ervaring. Mm-hmm. Die mijn leven echt onwijs heeft veranderd in positieve zin. Mm-hmm. Ja. Kan je eens omschrijven hoe je oude leven eruit zag? Nou ja, ik vloog dus op de Apache gevechtshelikopter voor de luchtmacht. Zo nu en dan op uitzending. 4 keer naar Afghanistan geweest, 1 keer naar Mali geweest. Tussendoor veel oefeningen natuurlijk ook. En ja, hoe zag dat leven eruit? Ik woon in een appartement in Breda. Ik had een cabrio meegenomen uit Amerika. Ja, goed salaris, dus ik ging wel 5 keer per jaar op vakantie. Wanneer ontdekte je dit? In 2006. Toen vloog ik nog bij de luchtmacht. Toen kreeg ik een hernia. Dat heeft een proces van persoonlijke ontwikkeling teweeg gebracht. Uiteindelijk ben ik 10 jaar lang bezig geweest met persoonlijke ontwikkeling en spirituele ontwikkeling. En aan het einde daarvan, toen begon ik mij pas te interesseren in de ultieme teachings van bijvoorbeeld het hindoeïsme, de Advaita Vedanta. En, maar ook dus non-dualiteit, wat natuurlijk in het boeddhisme terugkomt. En non-dualiteit gaat natuurlijk een stap verder dan de ratio. Mm. Dus daar was een ervaring voor nodig. Nou, toen ben ik uiteindelijk bij ayahuasca terechtgekomen. Ayahuasca is natuurlijk ook een psychedelisch middel, ook een geestverruimend middel. En toen kreeg ik de ervaring van mijn leven. Mm. Wat was dat? Ja, dat noemen ze dus een eenheidservaring of een mystieke ervaring. En dat is, daar ging een wereld open die ik... Het is net alsof ik mijn leven lang in zo'n boxje heb geleefd. Mm. En dat in één keer dit zichtbaar was. Wow. Ik
Ik ben opgegroeid in een gezin waarin ik met de hindoe-traditie eigenlijk ben opgevoed. Yeah. Dus ik heb het met de paplepel ingegoten gekregen. Die hele eenheidservaring waar jij het over hebt. Mm-hmm. Dat is eigenlijk mij als kind gewoon meegegeven van inderdaad dat alles een eenheid is. Dat alles dat een is eenheid verteld. Is. Ja. Precies. Hè? Het goddelijke is overal aanwezig. Mm-hmm. Ja. Alom vertegenwoordigd. Ja. Ja. Alleen ik heb daar nooit een ervaring bij. Mm-hmm. En jij biedt me eigenlijk een mogelijkheid, zeg je, om een klein beetje in de buurt te komen van zo'n ervaring. Dat is wel de voornaamste reden waarom ik zeg van alles wat ik tot nu toe heb gehoord vanuit het hindoeïsme. Mm-hmm. En als ik daar een ervaring aan kan vastknopen en dit kan een deurtje daarin openen. Mm-hmm. Dat is de overtuiging waarom ik het doe. Oké. Ja? Ja, cool. Nou, dan vertrouw ik op jou verder. Dus. Wij zijn ervan overtuigd dat het verstandig is om met een zorgvuldige voorbereiding zoiets te doen in een veilige setting. Het is niet voor niks dat wij zeg maar 3 dagen daarvoor uittrekken, hè, om dus je voor te bereiden op zo'n ceremonie, om uiteindelijk die eenheidservaring te kunnen gaan meemaken. Het is tijd om helemaal naar binnen te keren en je reis te verwelkomen. Begrijp je ouders waar je mee bezig bent? Mm. Want ik bedoel, je bent luchtmachtpiloot, heel veel aanzien natuurlijk. En dan kies je toch ineens voor een hele onconventionele weg. Ja. En dat is voor mijn vader niet zo makkelijk, want die had 10 jaar lang iets zo trots op te zijn. En nu doe ik iets waar ik vele malen trotser op ben. Vanuit de persoon Peter, denk ik van nu ben ik echt iets nuttigs aan het doen voor de mensheid. Hier hebben we wat aan, hier kunnen we echt als mensheid mee opbloeien. En hij denkt dat ik aan de druk zit en in de goot lig. Mm. Ik heb heel weinig nodig. Ja. Uiteindelijk ben ik dan in een camper beland. En op dit moment is de impuls om mijn hart te volgen in mijn passie achterna groter dan een baan gaan zoeken zodat ik weer materialistisch meer luxe heb. Mm. Ja. Voor mensen van buitenaf kunnen echt wel zien van ja, die man die offert heel veel op. Ja, nou raakt het me weer. Ja, toch? Soms voelt dat zo. Ja. En tegelijkertijd. Want dat denkt je vader misschien ook. Dat denken ze misschien wel. Vroeger was mijn grote passie het vliegen. En nu het lijkt me nog steeds leuk om te vliegen. Maar ik heb een veel grotere passie ervoor teruggekregen. Ja. 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 Gevoeld was de grote tevredenheid sowieso, maar ook wel intens verdriet heb ik ook wel gevoeld. En waarbij ik echt wel herinneringen heb opgehaald, althans probeerde op te halen die ook weer aan het vervagen waren. En omdat die herinneringen aan het vervagen waren, werd ik daar heel erg verdrietig van. Mm-hmm. Als je moeite hebt om emoties toe te laten, dan gaan hier wel deuren open. Ja. Intens hoor.
Hallo, ja. Het is niet voor niks dat sommige mensen zeggen, het staat gelijk aan 10 jaar therapie. Heftig man, dankjewel. Ja. Ik vind het wel tof dat je dat... Ja joh.